wielrenners zich op weg in de grote prijs Poeske-Scherens. Dat is een wedstrijd met traditie en met start en aankomst in Leuven. Mark Willems brengt u dit verslag. 34e editie al van de grote prijs Poeske-Scherens. 192 renners gaan van start voor 192 kilometer doorheen Vlaams-Brabant. De Deen Jurgensen en de Duitser Kupfernagel krijgen van een wandelend peloton 10 minuten voorsprong cadeau. Zij rijden de grote ronde van 90 kilometer aan de leiding. Maar wanneer in Leuven de 7 plaatselijke ronden worden aangevat, volgt een hergroepering en kan de koers echt beginnen. Er volgt een spervuur van aanvallen. 14 renners raken voorop, onder hen de Nederlandse kampioen Leon van Bon, de Italiaan Zanini en de Belgen Peter Wuits, Michel van Haken en Andy de Smet. De renners van Vlaanderen 2002 en die van Palmans hebben geen mannetje mee vooraan. Zij sleuren het peloton weer tot bij de leiders. Op 25 kilometer van de aankomst gaat Erwin Thijs aan de haal. Van Bon, gisteren nog winnaar in de Ronde van Midden-Zeeland, rijdt samen met een berensterke Dave Bruylands naar de leider. Maar er sluiten nog wat renners aan, zodat een kopgroep van 19 de laatste ronde ingaat. Op 7 kilometer van de aankomst gaat Michel van Haken. Maar weer is het Bruylands die reageert. De overige achtervolgers blijven op zo'n 100 meter hangen. Van Haken voert de forcing. Bruylands speelt het slim. Hij verrast in de slotkilometer de intrinsiek snellere Van Haken. Bruylands wint met kleine voorsprong de grote prijs Poeske-Scherens voor Andy de Smet en Erwin Thijs. Voor de man uit Heist op den Berg is het de 6e overwinning van het seizoen. En dan op het einde is Van Haken gegaan. Ik ben meegesprongen en ik heb afgewacht, want ik kan met hem niet doorrijden. Ik ben in Zottegem ook door hem geklopt. Zo, ik heb gewoon in zijn wiel gewacht. Tot wij bijna weer bijgehaald. Ik had dan eigenlijk een kilometer of drie in zijn wiel, 3-4 kilometer in zijn wiel kunnen zitten. En ik ben dan naar blok tot aan de streep gereden. En ik heb het gehouden.